Welkom bij het Hartsparennieuws 2019 en 2020. Met een paar leuke nieuwtjes voor jullie. Mijn naam is Rick Ottenhoff, met mijn gastvrouw. Het is toch niet te geloven, hè? Dan zit je hier gewoon bij Hart voor Paarden. We mogen in de studio van YouTube. En dan zegt hij dat hij van het Hart voor Paarden nieuws is en dat ik bij hem te gast ben. Rebecca Bloksel. Rebecca Bloksel, ja, precies dat. Goed. Leuk dat je er bent, Rick. Leuk dat je er bent, Rebecca. Dankjewel. Wat gaan we doen vandaag? We gaan een paar nieuwtjes, een paar goede nieuwtjes en slechte nieuwtjes bespreken met jullie. Hij bedoelt dus dat er goed nieuws is en dat er slecht nieuws is. Ja, ik heb geleerd dat we eerst het goede nieuws moeten brengen, dan slecht nieuws, dan weer goed nieuws. En dan nog een keer slecht nieuws en dan heel veel goed nieuws. Goed, dit was een hele lange intro, dus we gaan gewoon maar beginnen. We beginnen met... Fan-dag-account. We hebben de Fan-account-dag 2019 gehad. Het was echt super gaaf. Leuk dat jullie er allemaal waren. En we hebben in 2020 hebben we natuurlijk weer een Fan-account-dag. We gaan dan natuurlijk iets anders doen. We hebben namelijk tegenwoordig een studio. Yay! Niet deze studio. Deze studio is gewoon van YouTube, jongens. Dus zover zijn we helaas nog niet. We hebben nu ook fantastische cameramensen en geluidsmensen hierachter. En er is zelfs een regisseur. Dus dat hebben we allemaal nog niet, maar je mag wel bij ons langskomen in de studio. En dan gaan we een video met jullie opnemen. En dat als dank voor al het werk dat jullie het afgelopen jaar voor ons gedaan hebben. Side note. Aan het eind van de video leggen we uit hoe je daar naartoe kan gaan. En dat was het. Oké, goed gedaan, Rick. We gaan een fandag ook organiseren. Die zouden we gratis willen doen. Alleen, dan zijn we bang dat mensen misschien toch op het laatste moment denken... oh, ik kom niet, dus het wordt 10 euro. Voor die 10 euro mag je bij ons een middag langskomen. En gaan we allemaal gezellig en leuke dingen doen. Meer informatie daarover vind je hieronder in de beschrijving. Nu. Het slechte nieuws. Ja, dat ga jij vertellen. Oh, ik ben van het slechte nieuws. Oké, nou ja, slecht nieuws. Zo erg is nou ook allemaal weer niet. Maar YouTube is een Amerikaans bedrijf. En dat Amerikaanse bedrijf heeft te maken met Amerikaanse wetten. En wel de COPPA Act. COPPA Act, ja, we zullen hier even aan de zijkant neerzetten. Doe Rick even weg zo. Gaan we neerzetten wat het dan precies inhoudt. Maar het komt er eigenlijk kort op neer dat kinderen beschermd dienen te worden. En dat dus, daar is helemaal niks mis mee. Het enige is wel dat het zo ver gaat dat het voor de meeste YouTubers een beetje lastig wordt om nog video's te maken. Het punt is dat onder de 13 jaar zou je eigenlijk niet eens op YouTube mogen. Je mag geen YouTube-account hebben. En je zou eigenlijk alleen naar YouTube Kids mogen kijken. Het punt is dat wij ouders vinden dat het allemaal wel meevalt en dat wij jullie gewoon op YouTube laten. Dat doe ik dus ook. Niet met een account, maar je mag wel op mijn account kijken. Tenminste, mijn kinderen natuurlijk. Dat vindt dus de wetgeving in Amerika niet een heel goed idee. Dat betekent dat we nu per video aan moeten gaan geven of het een video is voor kinderen of dat het een video is voor niet-kinderen. Dus onder de 13 jaar of boven de 13 jaar. Het lastige daarvan ook nog is dat het niet helemaal duidelijk is of familievriendelijke content dan valt onder de 13 jaar of boven de 13 jaar. Dus wat we nu gedaan hebben is een aantal video's op voor kinderen gezet. Nadeel daarvan is dat jullie geen reacties meer mogen geven, dat er geen kaarten meer in zitten, dat er geen endcards meer in zitten. Dat de video eigenlijk niet meer te vinden is, want hij wordt niet meer voorvertoond en niet meer zoekresultaten laten zien. En er wordt geen informatie meer over die video verzameld. Kortom, een video die eigenlijk wel op je kanaal staat, maar daar zal een kind naar moeten zoeken om hem überhaupt te kunnen vinden. Dus dat is een beetje lastig. Of dat allemaal zo blijft, dat weet ik niet. Maar als jullie dus geen reacties meer kunnen geven op onze video's, laat het ons dan wel even weten, want misschien hebben we een verkeerd vakje aangevinkt. Maar het zou dus heel goed zo kunnen zijn dat de video gewoon bedoeld is voor kinderen. Nog een kleine side note. Wij maken dus video's voor 13 jaar en ouder. Ben je nou jonger dan 13 jaar? Ben je dan gewoon jonger dan 13 jaar? Vraag toestemming aan je ouders. Sowieso voordat je ons mag kijken, want wij maken echt... alleen video's voor 13 jaar en ouder. Dat je dat mag kijken van je ouders, dat is prima. Dat is goed. Maar vraag dat eerst wel even. Nu weer. Bam, 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 bam. Goed nieuws. Yes. Jullie hebben op Instagram een aantal leuke ideeën achtergelaten.
En die gaat Rebecca nu vertellen tegen jullie. We hebben jullie gevraagd, wat willen jullie in 2020 zien op ons YouTube-kanaal? En daar kwamen best veel reacties op binnen. We gaan de reacties even een paar doornemen en dan zeggen of we het wel of niet gaan doen. Te beginnen met, ga alle paardensporten uitproberen. Ik vind het idee echt super gaaf. En we gaan proberen al die paardensporten uit te proberen. Ik moet wel natuurlijk wat medewerking hebben van mensen die die sport ook doen. Dus, ben jij bijvoorbeeld een jockey? Of doe jij draverij? Of doe jij paardenbol, heet het geloof ik? Of polo? Of wat dan ook? Stuur ons even een mailtje. En met een leuke uitnodiging graag. En dan komen we graag bij jullie je paardensport proberen die wij niet doen. Wij doen natuurlijk wel dressuur, springen, crossen en buitenrijden en allerlei andere dingen. Maar zie jij bepaalde paardensporten die ons niet in beeld komen, denk je, nou dat is gaaf, kom dat maar eens een keer proberen. Stuur ons een mailtje, info@hartvoorpaarden.nl. En dan komen we misschien wel bij jou een video opnemen. Jullie wilden graag tips over paardrijden. Vertel meer. Tips over paardrijden vind ik eigenlijk meer iets voor de kanalen die daar echt verstand van hebben. We hebben natuurlijk nu de Manege de Arkenhoeve. Dat zijn twee instructrices die keurig hun opleiding gevolgd hebben en alles weten van dressuur en springen. Dus ik wil me daar eigenlijk niet mee bemoeien omdat ik het gewoon niet weet. Natuurlijk weet ik een aantal dingen, maar ik denk dat je beter kunt kijken naar video's van bijvoorbeeld Danielle van Mierlo, die vertelt er het een en het ander over. Je hebt Romy Oudvoorn, die vertelt er het een en het ander over. Bianca Schoenmakers is regelmatig bij ons, dus ook die kan van alles vertellen over springen. Dus nee, ik ga geen video's maken over hoe je moet paardrijden, omdat ik denk dat wij daar niet deskundig genoeg voor zijn. Maar er komen deskundigen bij ons in de video's voor. En anders zou ik je zeker adviseren om eventjes naar de kanalen te kijken die daar veel meer over kunnen vertellen dan wij. Hey jij! Jullie willen graag dat wij zelf meer gaan paardrijden. Ik niet. Meer paardrijden. We rijden ongeveer 5 tot 7 dagen per week. Ik zou niet weten hoe ik meer zou moeten gaan paardrijden. Maar misschien wil je meer zien dat we paardrijden. Ik zal de camera vaker eventjes op de standaard zetten. En dan kunnen jullie meer meekijken. En eigenlijk wil ik heel graag Pixio of iets in die geest. Maar of dat gaat lukken, dat weet ik niet. Maar we gaan in ieder geval ons best doen. Do it yourself. DIY. Do it yourself. Daar kunnen we wel wat mee. Laat even in de reacties hieronder weten wat je graag zou willen zien, wat je zelf zou kunnen doen. We hebben natuurlijk al video's over paardentaarten en meer van dat soort dingen. Als er andere dingen zijn die je heel graag hier op dit kanaal zou willen zien, laat het hieronder weten. Op de manege hebben ze een hele mooie kast. Een ijzeren, stalen kast waar allemaal spullen in zitten. En daarbij kwam ook nog de vraag, alle paardenspullen, alles, gewoon alles. Wat Rick probeert uit te leggen is dat jullie gewoon een kasttoer willen. Bij ons op de manege filmen we niet in de zadelkamers. Dat is gewoon omdat we de privacy van andere ruiters op de manege of paardeneigenaren niet willen schenden. Maar we kunnen natuurlijk alles wel een keer gewoon in de trailer stoppen of een keer uit de kast halen en laten zien. Tessa krijgt binnenkort 2 nieuwe zadels. Dus die laten we zeker zien en daar kunnen we best wel een keer een video over maken. Eventing en leuke crossen. Vertel meer. Danielle Kok van Manege de Arkenhoeve die gaat met Verona een crosswedstrijd doen. En misschien gaat ze nog wel meer doen. En we gaan binnenkort nog een crossles doen. Dat gaan we bij Chardon doen. Dus er komt zeker meer crossen. En ik denk ook wel meer springvideo's. Tessa, Rebecca, Rick, Altwin, Kim, Christine. Jullie willen ze allemaal zien. Wat ze doen, wie ze zijn. En daarbij een ochtendroutine? Dat kunnen we ook invullen. We maken gewoon van iedereen een aparte video. Misschien is het ook wel leuk om van elk paard nog een aparte video te maken. We hebben hem natuurlijk al van Bella. Maar misschien moeten we dat ook gewoon gaan doen van Verona, Henja en Blondie. Dan daarnaast inderdaad van alle mensen die Rick net noemde. Dus ja, we kunnen daar wel video's over maken. Een ochtendroutine. Ik denk dat dat de saaiste video ever wordt. Want ik ga we gaan elke ochtend naar de manege. Dan doen we de paarden in de stapmolen. Dan krijgt Verona de hooi. Vervolgens gaan ze uit de stapmolen. En dan gaan ze gewoon weer in hun box totdat we 's middags weer zijn. Dus als je het echt heel graag wil, laat het hieronder weten. Maar ik denk dat het de saaiste video ever wordt. Maar misschien hebben jullie leuke ideeën om hem op te leuken. Laat het dan ook hieronder even weten. En misschien maken we dan toch nog een ochtendroutine. Wij maken nu momenteel 2 video's in de week. Op zaterdag en op zondag. Maar jullie willen nog meer. Dat is heel erg leuk dat jullie nog een video erbij willen. Het probleem is alleen dat wij tussen de 10 en 40 uur met 1 video bezig zijn. Dus 2 video's, als we het echt heel erg slecht hebben,
zijn 80 uren in één week. Ik weet niet of je weet hoeveel uren normaal mens werkt, maar dat is meestal ergens tussen de 32 en de 40 uur. Nou heb ik Rick tegenwoordig gelukkig wel die edit, maar de rest doe ik dus echt alleen. Met als gevolg dat ik gewoon simpelweg zou moeten stoppen met slapen om nog een extra video per week neer te zetten. Dus helaas, dat gaan we niet doen. Ik edit natuurlijk weer de video's. En ik maak intro's en dat soort dingen. Maar wat jullie natuurlijk ook meer zien sinds de afgelopen jaren, is dat wij meer sponsoren hebben en eigenlijk ook wat meer reclame onder onze video hebben dan vroeger. Zoals de opmerking, jullie video's waren veel leuker, omdat er geen reclames in zaten, geen sponsoren en andere dingen. Hier meer uitleg over. Ja, het is niet anders. Als wij een video willen maken, kost dat heel veel uren. En die uren moeten toch ergens vandaan komen. En Hart voor Paarden is gewoon mijn baan. Dus dat betekent dat op het moment dat jij naar mijn video kijkt, ik daar helemaal blij mee ben. Maar dat betekent ook dat daar heel veel tijd achter zit. Dat is de reden dat we ervoor gekozen hebben om met sponsoren te gaan werken. Want we willen jullie niet laten betalen. En we willen eigenlijk ook niet dat jullie stoppen met kijken. Of dat wij geen tijd meer hebben om video's te maken. Dus hoewel we begrijpen dat reclame niet heel erg leuk is, zou je ervoor kunnen kiezen om bijvoorbeeld YouTube Red te nemen. Dan hoef je in ieder geval de reclames niet meer te zien die YouTube nog onder onze video's zet. Maar wij zullen onze sponsoren in beeld blijven brengen. Want zonder de sponsoren geen Hart voor Paarden en zonder jullie ook geen Hart voor Paarden. Dus ik hoop toch dat jullie ze een beetje willen omarmen. Misschien een knuffel geven, omdat hun er gewoon voor zorgen dat wij de video's kunnen maken. En Jacob kunnen we natuurlijk gewoon niet missen. We zouden het super gaaf vinden als jullie ons willen helpen met onze video's maken. Wat zou je kunnen doen? Je zou er ondertiteling onder kunnen zetten. Dat kan gewoon in het Nederlands, maar het mag ook in een andere taal. Stel nou dat jij zin hebt en het leuk vindt om dat te doen, dan vinden wij dat natuurlijk super gaaf. En wij willen je daar dan ook voor bedanken. Als je 3 video's bij ons hebt ondertiteld, word je moderator van ons kanaal. Als jij bij de première af en toe aanwezig bent, zie je bijvoorbeeld Aya of ikzelf. Of Lien. In de beschrijving langskomen met zo'n cool icoontje. Die krijgen jullie dan ook achter je naam. En je wordt uitgenodigd voor de fanaccount dag. Buiten dat we natuurlijk de 50.000 abonnees hebben bereikt. Woehoe! Hebben we ook weer iets gaafs binnenkort bereikt. En dat zijn de 20 miljoen views. Er zijn echt heel veel views zijn dat. 20 miljoen. Ik ga hier allemaal voorbeelden langs laten komen wat 20 miljoen dingen allemaal zijn. Dat zijn heel veel dingen, hè? Dus er komt ook weer daarvoor een klein feestje aan. Soms moet je gaan. Soms moet je sociaal doen en tussendoor een feestje vieren. Go Social Party. Vertel. Op 11 april 2020 is er weer de Go Social Party. Daar zijn de meeste gave, super geweldige, coole YouTubers op paardengebied. Het wordt weer een super gaaf feest. Dit keer met nog meer optredens. Er komt een podium. Er zijn nog meer steentjes. Er wordt gewoon nog veel vetter, gaver en leukere dingen gedaan. 11 april is die. Hieronder in de beschrijving kun je vinden waar je de kaartjes kunt vinden. En dan zie ik je heel graag bij de Go Social Party. Nee. Buiten dat er natuurlijk ook een party is, is er nu ook een club. Wat dat inhoudt, ga ik nu ook voor het eerst horen. We krijgen de Go Social Fan Club. Dat betekent dat alle YouTubers die aangesloten zijn bij Go Social, die hebben hun eigen fanclub bij Go Social. Daar komt heel veel over op de website, wederom van Go Social. En dan kun je allerlei leuke prijzen naar winnen en vooraan bij de meet and greet. Meer daarover hieronder in de reacties. Niet in de reacties. Meer hierover hieronder in de beschrijving. Dit was Rick Ottenhoff bij Hart voor Paarden Nieuws. Vond jij dit nou een leuk iets? Ding? Video-achtig iets? Aan het eind van de video ga je die bloopers zien en tijd. That's it. Meer is het niet. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je dit een leuke video? Laat dat achter. Vergeet niet te abonneren en op dit mooie belletje te klikken. Niet in de... Tik hem aanhouden. En tot de volgende keer. Doeg! Joejoe! Nee, je moet die andere doen. Die van die span. Joehoe!
Ja, maar dat is hallo. Ja, maakt niet uit. Doe maar gewoon. 3, 2, 1. En tot de volgende video. Doeg! Hohu!